Um, goh, ik hoor u twee dingen zeggen eigenlijk. Um, als. Uh, is het slecht mm. als iets. Uh, dat is een eerste vraag. Is het slecht als het verandert en het wordt iets anders dan je bij het begin in je hoofd had? Uh, ja, dingen evolueren mm. en nemen wendingen en blijkt dat. Uh, eh, en, en ja. Er zijn dingen die ook onvoorzien zijn. of die groeien in je hoofd. ik schrijf bijvoorbeeld iets. maar dat gaat allemaal zo traag. dat je dat pas vier jaar later kan maken. en misschien ben je dan een andere mens geworden. Mm -hmm. uh, dus had je intrinsiek ooit een idee. en ja, ben je door dingen die gebeuren zijn. wat dan ook. heb je er al tegenaan een andere kijk op. Dus dan denk ik. is het juist best goed. dat je het blijft in vraag stellen. dat er dingen veranderen. Uh, als het maar. Uh, niet buiten jouw wil om is. Als het maar iets is waar jij mee uh, in meestapt, waar jij achter staat. Mm. Als het dingen zijn die helemaal veranderen, technischer worden of door gebrek aan geld of door dit of dat niet meer zijn wat je wou. Ja, dat is een. Of, of ja, ontgoochelend zijn of zo. Dat is iets anders. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. uh, en soms kan je daar eigenlijk echt niks aan doen. Nee. Uh, maar dan denk ik wel dat je daarna bij jezelf te raden moet gaan hoe je dat de, de, de volgende keer kan proberen uh, uit te sluiten. Nee. Um, dat denk ik heel belangrijk is: wel dat je je, je je doel niet voorbij schiet, maar dat je nog altijd trouw blijft ergens aan jezelf. Als jij je zelf veranderd bent en dat is dan wat je tegen dan wilt, goed, maar als er door dingen. Wa geef eens een concreet voorbeeld. Wa wa waar is het voor jou dan dat het voor jou dan bijvoorbeeld uh, verandert? Of wat bedoel je met technisch? Um, het, een heel voor de hand voorbeeld misschien um, is puur cinematografisch dan. Mm -hmm. dus een, een beeld dat je in je hoofd hebt en dan maak je, dan doe je daar alles voor en dan is het niet. Echt dat beeld. Mm -hmm. Je kan je alles voorstellen, ja. je kan je alles maken. Bijvoorbeeld. Maar uh, dat is wel iets dat je, denk ik, moet leren loslaten. Mm. Uh, Want misschien maak je iets veel mooiers of misschien maak je iets veel uniekers of ja. zo. En het is altijd een momentopname in onze business. Mm. Dus daar moet je proberen een beetje te omarmen. Ja. Maar als het eerder is, bijvoorbeeld door. Ja, uh, ik zeg zomaar iets, een producent die zich inhoudelijk moeit. Waardoor, eh, maar omdat je natuurlijk met je producent te maken hebt uh, en die wil je einde veranderen of die wil dit of dat en dat was eigenlijk nooit jouw bedoeling, dan is dat een ervaring, misschien, soms misschien een pijnlijke ervaring. Uh, en dan denk ik dat je daar vooral moet van denken: oké, okay, hoe kan ik hieruit groeien? Dat ik de volgende keer zorg dat mij dat zomaar niet meer overkomt. Mm -hmm. Niet dat ik vind dat producenten geen mening mogen hebben... Hè? Uh, over creatieve of zo, absoluut nee. wel. Maar dat je dat in elk geval voelt dat je daar niet meer... Ja, dat dat op gelijke hoogte blijft. Nee. Dat je in charge blijft of zo. Allee, dat is nu een ander voorbeeld dat ik dan bedoel, maar zo... Het meisje dat je verzonnen hebt in je scenario is nooit het meisje dat je gaat vinden om de hoofdrol te spelen. Ik was mm. nu over het meisje. Maar dat was nu bijvoorbeeld bij mijn laatste film zo. Uh, maar ze was zoveel meer. Ze gaf me zoveel andere dingen. <laughs> ze zei de hele tijd, ja, maar dat zeg ik niet. Hè. Dat is voor vijfjarigen. Allee, uh, dus, allee, de, dus dat veranderde. Maar dan werd ik alleen maar unieker of bijzonderder. Mm. Want ik kreeg eigenlijk nog extra zuurstof. Uh, extra kracht van iemand anders. Mm. En dan had ik natuurlijk kunnen zeggen... Nee, je moet wel in een pop zijn. Hè, een mm. model dat doet wat ik hier uh, u geef. Maar dan zou dat een dode pop blijven. Ja. Die stopt. Ik hoor de lawaai. Ja, ik ook. Ga checken. Daarnet zei je ook iets over... Um, als het dan verandert, doorheen dat proces... Um, dat... dat 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 misschien ook mee veranderd is met jou. Uh, of of, of dat, het misschien, dat je misschien een bepaalde jou van vroeger dan moet achterlaten, alsof, als mm -hmm. ik dat goed heb verstaan. Um, heb je ooit al iets gemaakt waarvan dat je dacht: van, oei shit, ik ben hier eigenlijk iets aan het maken die ik begonnen ben als iets dat heel erg ik is. En, en eigenlijk, en misschien zonder dat je het hebt gemerkt, is dat iets gewoon eigenlijk heel hard tegen mij? Is. Of, of juist. Of, uh, ja. Zeker. Uh, sowieso in het begin, om, omdat je dan sowieso nog een jong vogeltje bent. En dan kon ik bijvoorbeeld werken met Josse de Pauw, een keer, hm. een kort film. Um, uh, en ik heb me aan helemaal laten inpakken. Ik had zelf een, een, een idee met oog. Uh, maar ik nam de grote Josse de Pauw mee op sleeptouw. Uh, dat was op een, we gingen op een boot zo door de kanalen afgaan. En dat was geen helemaal vast, vastgezet scenario. Dat was gewoon een... Ja, we gingen eigenlijk op een soort een avontuur. En dan half docu, half fictie gingen we doen. En dan heb ik eigenlijk enorm naar dat groot licht, die grote zon, Josse de Pauw, was ik verblind. En liet ik eigenlijk, werd ik eigenlijk een beetje... Het is zijn film geworden. Oké. Okay. Dat is zo bijvoorbeeld... En dat is daarom geen slechte film... Maar dat was niet de film die ik voor ogen had. Mm. Omdat ik natuurlijk bij alles vond: wauw, ja, goed idee. Ja, doen we dat. <laughs> en eigenlijk ook niet durfde ook opwerpen aan die grote Josse de Pauw. Mm. Uh, van ja, ik weet niet hoor. Met je gedichten allemaal. Ik wil eigenlijk <laughs> dit doen. Of ik wil eigenlijk dat doen. Durfde ik niet. Mm. Dus een, een goede raad voor mijn eigen was toen wel: goed, ga dan niet met die grote helden van jou uh, de ik volgende wel. keer. Uh, ...aan de gang, want dan laat je je helemaal... ...dan ga je helemaal zelf in een positie duwen... ...van opkijken naar... ...ga dan met mensen werken vanaf nu die... ...of van jouw leeftijd zijn meer... ...of meer, uh, ja... ...waar je een equal, equal gevoel bij blijft hebben. Ik keek enorm naar hem op. Ja. Dus hij heeft helemaal niks verkeerd. Ja, ze ja, zijn gewoon wel gretig natuurlijk van... ...oké, okay, ik neem de boel hierover. Mm -hmm. Ik heb dat laten gebeuren. Dus nee. dat was goed leergeld... Met, waar ik toch heel sympathiek naar terugkijk of zo. Nou ja. Wat ook al gebeurt, is dat ik met een, een scenarist heb gewerkt en dat dan toch mij op dat ogenblik laten... Ook, ja. Nee. Um, ja, toch te meegaan ben geweest. Niet heb durven uh, op tijd zeggen, ho, uh, ik ben eigenlijk niet mee akkoord. Uh, want dat vind ik bij moeilijk. Dan denk ik, ja, ik ga niet graag conflicten aan. Of ik vind het moeilijk om te denken, nu ga ik iemand kwetsen of zo. Maar eigenlijk moet je dat wel doen. Mm -hmm. Je moet echt die grot in waar je angst zit, waar je probleem zit. Ga daarin. ga ja. de confrontatie. En dan vaak voelde dat dat maar een heel klein beestje is. En niet grote ja. mensen dat je in je hoofd hebt. Maar ik had dat dus dan wel. En dan heb ik me te veel laten doen. En dan heb ik ook achteraf. Ik merkte dat ze eigenlijk toch niet helemaal op sommige stukken wat ik wou daarmee doen. En dan voel ik een tweestemmigheid in dat project, uh, waarvan ik nu denk: toen had ik harder moeten vechten voor mijn, mijn stem. Ja. Of zorgen dat die twee stemmen terug één waren. Maar daar voelde ik gewoon dat ik dacht: ah, weet je wat, ik laat die scène, ze vindt die zo mooi, ik laat die. Allee, Ga die laten staan. En dan denk ik achteraf. Nee. Het is een andere film. Nee. En er zit een andere film in de ene film. Nee. Dus dat heb ik dan zo ook al wel. Ja, en leren, ja, dan leer je. Dan kan je altijd wel heel achteraf lastig zijn op je eigen. Maar het is ook goed om met mildheid, denk ik. Naar je eigen en, en zo te kijken. Nee. Uh, je, ja, je moet het toch leren. Het is maar door dan. Een paar keer dezelfde fouten maken, bijvoorbeeld. Maar bij mij was het al eerder dat niet genoeg op te komen voor mezelf dat het bij mij gebeurd is. Hmm. Dus, uh, en weet dat? En dat ga, ik, dat ga ik niet, dat zal, ik, dat zal me niet meer gebeuren. Oké. Okay. Nee. Maar nu, nu ben jij, uh, jij meendossen de pauwen, dus nu kan dat niet meer. Nee, 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 dat <laughs> denk ik niet. Maar, hij had ook wel een groot ego. <laughs> <hein>. <laughs> En macho was hij in die tijd ook. Ja. Uh, zeker. Okay. Dus. Uh, okay. Maar. Uh, en vijt het belangrijk om, om zo'n fouten ook. Voordat ik weet nu niet of dat die film is uitgekomen dan met die scenaristen. Uh -huh. Is die effectief gemaakt uh -huh. en volledig afgewerkt dan? Ja, yeah. ja die is gemaakt. En vind je dat ja. belangrijk om, om ook uh, die fouten erbij te zetten? Dat is Little black, black Spider. Ah, ah oké. Okay. Ah, ah. okay, ah. okay, voilà. En daar, daar zitten. Niet de hele film, maar ik voel dat die film in twee, dat er twee vertellers zijn. En yeah. uh, soms gaat hij een beetje de baroktour op, okay. de film. Mm -hmm. En dat ben ik niet. Yeah. En dat heb ik toegelaten. Zie ik wel. Hè? En nu zou ik denken: mm, Less Is More, ook daar. Mm -hmm. Dat is niet dat dat een slechte film is, maar voor mij is dat wel Ruis. Okay. En het had helderder kunnen zijn. Yeah. So. Ik denk heel vaak. Regisseurs gaan, als je ze gaat vragen naar hun film, dat ze altijd toch nog zullen zeggen: Ik zie te fouten. Het mm -hmm. is eigenlijk jammer eigenlijk, dat we onszelf zo straffen uh, met dat te doen. Maar dat is een beetje eigen aan de mensen, Ik denk, wij heel veel sneller het drama of het slechte zien dan het goede of zo. Mm -hmm. Dus ik raad u aan, naast het altijd so. het proberen constructief en het goede te zien. Ik zal dat zeggen te mijn... tegen mijn jury. Voilà. <laughs> okay. En mildheid. Ja. Toch? Ja, zeker. En, en, um, want mensen hebben jou, weet je, uiteraard ook al, geloof ik dan, um, um, gezegd dat het heel goed is. Of je hebt ook al bevestiging gehad met prijzen nou en alles. Um, geloof ja. je daar soms ook niet in? Dan? Is van, ah oh nee, het ik, is ik vind zo het typisch. Niet, dus... Het is zo typisch dat ja. je. Uh, al je hebt dan misschien tien goede kritieken gelezen en één en een beetje minder, of ja, zelfs ja. een goede kritiek, maar daar staat dan één dissonant. Nee. Stil, in. Nee. Al, dat is dan zo het enige dat je uh, nog honderd keer in je eigen hoofd herhaalt. Nee. En je wil dan voor die ene, uh, zou je willen zeggen: um, uh, dat is niet waar en, uh, een, of, of, uh, of, 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 of anders. Dan je denkt, ja, misschien heeft hij gelijk. Het is zo, het is zo jammer. Dat, dat je dat doet eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is. Oké. Okay. Zo. Ja. Yeah. Okay. So. Um, ik denk. Uh... Ben je rond? Ik denk dat ik een beetje rond dan. Ja, ah, wel, dat is ja. goed. Ik vond het heel fijn. Ik vond het een fijn. ja, fijne spraak. Ja. En uh, ik hoop. Ja, ik ben blij dat je het fijn vond. Ja. En uh, <laughs> maar, ik hoop. Uh, ik wil bij deze de groeten doen aan Miel. Beste Miel. Kom binnenkort nog iets langs. <laughs> <So> <laughs> okay. Nee, nee, daarom moet je daar niet mee... Uit. En ook goede punten, trouwens. Ja, ja. toch.